Hoi, leuk te kijken in deze video. Welkom weer in een nieuwe boodschappenshopblog. Ik heb weer eens een keer bij de Jumbo besteld. Dat was natuurlijk lang geleden. En ik moet zeggen, ik weet gelijk ook wel weer waarom niet. Omdat ik dus een aantal dingen ben vergeten. En omdat er een aantal wisselingen zijn gedaan waar ik het niet helemaal mee eens ben. Dus dat ik niet alles dit keer bij de Jumbo heb besteld, maar ook een gedeelte bij Crisp. Ik hoorde via VIA dat dat soms nog wel goedkoper is en dat die groenten en fruit soms verser blijven. Of in ieder geval verser zijn, waardoor ze langer houdbaar zijn in je eigen koelkastje. Maar die bestelling komt pas vanavond, tussen 6 en 9. Dus het is een beetje een tweedeler, dat laat ik dan vanavond zien. Want ik heb dus nog lang niet alles binnen. Het was nu €96,65, zoiets. Dus dat valt op zich wel mee. Maar dan hebben ze inderdaad nog niet alles. En ik weet zeker dat mijn bestelling voor vanavond al veel meer was. Dus ik ga zeker richting de €150 deze week. Het is ook de tweede week van het Search Food dieet dat ik volg. Dus ik heb ook voor mijn gevoel meer idee of een realistischer beeld van wat ik op een dag eigenlijk allemaal nodig heb. Want overal staat bij een handje boerenkool, een paar steeltjes selderij, een snufje van dit, een paar blaadjes van dat. Waardoor je niet heel erg goed kan zeggen van oh, ik heb zoveel gram nodig of ik heb zoveel kilo nodig. Maar ik heb het idee dat ik het nu beter in kan schatten als vorige week. Dus we gaan gewoon beginnen met deze video. Als je dit soort video's leuk vindt, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de Jumbo boodschap. Ondanks dat dit maar een klein gedeelte van de boodschappen is, ligt mijn aanrechtje toch best wel behoorlijk vol. Het ligt niet echt op maaltijd of wat dan ook, omdat ja, ik van alles maar een beetje nu nog heb. Maar we eten in ieder geval een keertje kaasschnitzels met iets van groente. Ik denk met de broccoli en de aardappelpakketjes, vermoed ik. Ik heb het bedacht, maar ik weet het niet meer uit mijn hoofd. We eten broodje hamburger met een salade. En daar heb ik als goed dus ook inderdaad burgerkaas bij. Broodjes daarvoor liggen nog steeds in de vriezer. Die heb ik toen een keer bij de Sligro aangeschaft. Dus lekker met sla. Ik heb cherry tomaatjes nodig voor een aantal receptjes. Aardappelkroketjes had ik van Jumbo eigen merk. Maar die hadden ze ineens niet meer. En deze is gewoon dik een euro duurder. Dat is een van die wisselingen die ik een beetje jammer vind. We hebben ook nodig shiitake's. Dit is miso. Ik moest even goed kijken. Maar dit is dus miso kruidenpasta, zeg maar, voor bepaalde gerechten voor bij mij. Cheddar kaas gerast. Dat had ik voor een receptje nodig. Smeerkaas op de boterhammetjes. Gekookte kipreepjes. We hebben weer extra roomboter in huis. Want die was helemaal op. Dus ik heb 3 pakken gedaan. De boerenkool voor mijn sapjes. Iedere dag doe je nog 1 sapje in de tweede week. Dus dan heb je 75 gram per dag nodig. Tik best hard aan omdat je het soms ook 's avonds gebruikt bij je maaltijd. Ik heb ook aardbeidjes, boterhamworst, rode ui heb je ook bij heel veel gerechtjes nodig. Komkommers, gerookte zalm, citroenen horen ook bij de sapjes. Kappertjes, kokosmelk, 4 of 3 pakken tomatenblokjes. En ik heb voor 1 recept al 800 gram nodig. Dus die hebben we ook weer op voorraad. Tomatenpuree, een blikje. Hands of my chocolate, serious dark chocolate. Dit is waarvan ik iedere dag 20 gram mag. Dat zijn 2 van die blokjes. Na het avondeten. Plus dat je soms voor bepaalde receptjes in je smoothie of bij je muesli of zo ook een stukje mag. Dus die hebben we weer op voorraad. Ook omdat de rest van het gezin natuurlijk ook wel af en toe een chocolaatje wil eten. En deze zijn best lekker voor de hoeveelheid cacao die erin zit. Crystal Clear heb ik dan weer 4 flessen van. Voornamelijk voor Pascal. Want ik ben dus overgestapt op water en thee en koffie. En tot nu toe bevalt me dat eigenlijk wel prima. We hebben gemalen koriander nodig. Komijnzaad. Kaneelstokjes. En een fles pompoen voor het avondeten. Het eten was goed dus vanavond. En dan heb ik nog wat extra van die kipnoedels gehad. Want die gaan best hard. En het is gewoon lekker om mee te nemen. Nu we ook van die thermosbekers hebben gevonden. Dus ik heb, dit is gewoon een pak van 5 in kipsmaak. En ze hebben, dat is het enige soort pak wat ze hebben. Dus deze heb ik er gewoon 4 van losbesteld. Dat is dan de groente. En dat was het voor de Jumbo. En als ik straks alles van de Crisp heb, zal ik dat ook nog laten zien. De Crisp is net binnengekomen. We hebben een zakje met diepvries, tasje en echt 2 mega zware dozen. Dus nou, ik ga het allemaal uitstallen. So far denk ik, het is echt superveel.
ik weet wel waarom het zo zwaar was. Omdat er dus al een heleboel in zat. We hebben 2 dozen met eieren. Kijk eens hoe die eruit zien. Dat is zo netje. Dat is helemaal goed. Ik heb roodlof. Dat ziet er dus zo uit. Het zijn allemaal van die leuke boerenmarktzakjes. Daar word ik net zo blij van. Dat heb ik hier in zitten. Peren. Ik had zo'n fruitschaal besteld. Dan heb je verschillende soorten groenten die nu in het seizoen zijn. Dus ik heb een aantal peren. Hier zit in witlof. Dat had ik ook nodig van de week. Zalmsnippers. Volkoren pita broodjes. Een bakje gamba's. Ik kreeg er 1 roomboterfrozantje zak bij. Om af te bakken. Als cadeautje omdat die eerste bestelling is. En ik heb een 2e gedaan omdat die in de diepvries konden. Want dan had ik mijn verzendkosten gratis. 3 bakjes rucola, veldsla. Dit zijn. Oh ja, die groene appels voor in mijn sapjes. Bosuitjes, paprika's. Dit zijn. Oh, dit is mijn gember, zeker. Ja, dit is gember. Dit is. Nog een gember. Ja, dit is ook een gember. Een appels. Spergiebonen. Gewone appels. Nog meer groene appels. Kiwis. Druiven. Muskatdruiven. Muskaatdruiven. Parmezaanse geraste kaas. Een mandje knoflook. Deze zijn echt wel mini, maar super schattig. En selderij. Dus we zijn helemaal klaar met allemaal verse groentetjes en fruitjes om de week te tackelen. Ik ga het snel opruimen en dan ook weer allemaal weer waarschijnlijk gedeeltelijk en broodrommeltjes doen. Want ondertussen is het dus 9:15. Ik moet zeggen, tot nu toe ben ik er heel erg tevreden over. Het ziet er allemaal kakelvers uit. Het werd echt super op tijd bezorgd. Ik kon via de app volgen waar de chauffeur reed. Die zette het allemaal netjes binnen. Het is goed verpakt. Oh no, I like it. En wat ik zei, al deze producten waren goedkoper in de app als dat ze bij de Jumbo in de app waren. Dus daar hou ik ook van. We'll keep you updated om hoe dat gaat, maar ik denk zeker dat ik het volgende week nog een keertje ga doen. Dat was het voor deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Als dat zo was, geef deze video dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte van de video's die ik post. En dan zie ik je in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doei doeg!